Aan de Lierse Steenweg in Emblem zijn al 5 maanden werken aan de gang. De plaatselijke handelaars raken stilaan in de rode cijfers. Maar telkens weer krijgen ze te horen dat het openbaar nut voorrang heeft. Het einde van de werken is nog lang niet in zicht. Normaal gezien heb ik zo'n 250, 300 klanten per dag. En nu ben ik blij met 70. Donderdag in Ombudsman. Hoe wansmakelijk is Jan Verheijen? Bruno Wijndalen krijgt 3 kwartier de tijd om het uit te testen. En om te genieten van een goed gesprek met een mooie Vlaamse. Zij slaagde erin om als internationaal fotomodel door te breken en voelt zich op haar gemak in het gezelschap van hen die wij alleen maar kennen van het witte doek. Hier is de laatste show. Ik ben Jan Verheijen en ik ben de gast van Bruno in de laatste show. On a Friday night I like to go and watch horror movies. I like watching Dracula, Verheyenstein and all those old groovies. Ik hou van Dracula, Verheyenstein en al dat soort movies. Ja, straf, hè? Ja, want het horror movies. Jij trekt het land nu rond met de Nacht van de Wansmaak. Ja. En wil je eens voor een leek uitleggen wat dat, en in het kort als het kan, wat dat inhoudt? Wel, dat is een afdaling in de riolen van de wereldcinema. Ja. Met mijzelf, uw dienaar, als gids. Dus de slechtste films ter wereld eigenlijk? De slechtste, de raarste, ja, de zeldzaamste, de meest bizarre, de qua scenario het meest van de pot gerukte ideeën uit 100 jaar filmgeschiedenis. Handig voor u verzameld in 1 nacht. Eigenlijk zou je dus moeten betaald worden om daar willen naar te gaan kijken. Nee, want het merkwaardige is nu net dat de combinatie van al die knuddigheid, van al die onbeholpenheid, ja, van al die slechte smaak, zeer entertainend wordt. Ja? Absoluut. Maar je moet daar dan een beetje een gevoel voor hebben, voor dat helpt slechte wel smaak. Want ja, het heet ook zo, hè, wansmaak, dus je kan ook niet verrast worden. Ik had het liever de Nacht van de Rariteiten genoemd, omdat die vlag de lading beter zou dekken. Wansmaak klinkt een beetje agressiever dan het programma eigenlijk is. Maar het helpt als je een beetje van film houdt, wat filmbagage hebt. Want om te kunnen appreciëren wat heel slecht is, helpt het natuurlijk als je ook weet wat goed is. Tuurlijk. Dus ongeveer in alle Vlaamse steden dat je die zal vertonen, die hele nacht. Vorige week was de eerste nacht in Gent. En daar zijn wij een kijkje gaan nemen. Het is een nacht waarop veel stukjes film worden getoond die bijzonder slecht waren. Van horror tot het smerigste wat je kan denken. Want zodanig slecht is dat het grappig wordt. Wansmaak, wat is wansmaak? Een film over een pakketboot met duizenden mensen die sterven en gemaakt een liefdesverhaal om. Is dat geen wansmaak? Met Messalina, keizerin. Onthoeren. Messalina, keizerin onthoeren. Een uiteraard historisch accuraat drama dat ons bereikt uit Italië. Keizerin onthoeren, omdat daar een beetje van alles in zat, vond ik wel tof. Ja. Plotseling ontstaat er zo een bloedbad. Het loopt danig uit de hand. Ze bekämpfte jeden unbarmherzig, der zich hier widersetzt. Hetgeen wat smakelijk zou kunnen zijn, was toch wel zo het spuitende bloed zo bij. Keizerin onder hoeren. Wie heeft van mij nog Koen Wouters te goed? Intensive Care. Trouwens ook een van de weinige Nederlandse horrorfilms die ooit zijn gemaakt. De film is nooit in België uitgebracht. U zal na het zien van de fragmenten begrijpen waarom. Koen Wouters. Dat was wat, maar ja, wansmakelijk en ook zeer leuk natuurlijk. Om u gerust te stellen dat het allemaal goed afloopt, krijgt u dan nog het einde van de film te zien. Namelijk hoe Koen Wouters creatief is met vuurwerk. Het is Peter! Is Jan Verheijen de ideale figuur om dit te presenteren, denkt u? Ik vermoed wel met zijn verleden dat hij er wel iets van weet. Ja. Hij weet waarover dat hij spreekt. Hè? Het is een echte liefhebber. Nada? Het
had over de slechte film. Dus, Dat is prima. Je moet al heel veel brol gezien hebben in zijn leven. Dat merkt ze wel. Dus dat is wel tof. Zal ik even een pleistertje voor je halen? Ik zou ook gaan een keer spreken met hem, hoe dat hij daar aanraakt. Dan denk je, moet daar eens vervolgen kamer zijn of zo, weet ik veel. Wat dat, dan interesseert me wel. Waar halen ze dat in godsnaam? Ja, waar haal je dat in godsnaam, Jan? Wel, die man zat er niet zo gek veraf. Dat soort materiaal ligt opgeslagen in donkere kelders, in de filmarchieven in Brussel en Amsterdam. En je mag je dat echt zo voorstellen. Ik heb dan een stofjas aangetrokken en beschermende handschoenen. En ik ben daar dagen in gaan graven. En dan ben ik zo buitengekomen met een winkelkarretje waar een honderdtal van die fragmenten en trailers zaten. Die moet je dan allemaal bekijken, een beetje thematisch groeperen. En eigenlijk alleen de allerleukste of allerslechtste overhouden. Ja, het is... Denk je daar wel eens over na waarom je dat leuk vindt? Als ik zou nadenken over alles wat ik doe met Bruno, dan dat zou geen goed idee zijn. Maar hoe kom je daarbij? Want je moet daar, mensen zeiden dat ook in het filmpje, van Jan is daar absoluut de geschikte figuur voor. Ik weet niet of dat echt 100% een compliment is. Laat het ons maar als compliment beschouwen. Ja. Nee, het klopt in ieder geval. Ik heb, zeker toen ik een jaar of 14, 15, 16 was, en dat was in de bloeiperiode van dus al die pulpfilms, die Italiaanse pulpfilms uit de jaren 80, zag ik echt alles wat er in de bioscoop werd uitgebracht. Ik heb in die jaren honderden en honderden films gezien, waarvan heel veel van die slechte dingen, waar mensen dus nu in die zaal naar zitten kijken met zo'n blik van, is dit ooit gemaakt? Ja. Ik weet niet alleen dat het ooit gemaakt is, ik heb het waarschijnlijk zelf nog gezien in een of andere Brusselse buurtbioscoop. Dus wat dat betreft, heeft het voor mij zelfs, en ik moet me natuurlijk nu voorzichtig uitdrukken. Enige nostalgiewaarde. Ja, het is echt jeugdsentiment. Ja. Ja, ja. Laten we nog eens naar een fragmentje kijken uit een van die films. Hè. On the screen for the first time anywhere. You'll never forget the excitement of the missile-firing superbike. Old Raiders. Ik vind dat dus bijna ontroerend. Dus... Maar wordt dat nu in ernst gemaakt? Is degene die zo'n film maakt, denkt hij dan van goede trucages en een puik idee? Absoluut. Dat is ook een van onze selectiecriteria geweest. Alle films die we vertonen zijn indertijd door de makers serieus bedoeld. Dus die man die zo in zijn garage die super turbofiets in elkaar knutselde. Die je nooit zal vergeten. Ja. Dat is ook heel typisch voor die trailers. Je zal het nooit vergeten. En het is voor de eerste maal en het is onvergetelijk. En het strafste wat je dit jaar op het grote doek te zien zal krijgen. En dat geeft het natuurlijk nog net die extra charme. Het besef dat al die mensen ooit om 6 uur 's morgens zijn moeten opstaan om naar de set van Gold Raiders te gaan, om daar dan in alle ernst dit op pellicule te zetten. Het zijn niet alleen fictiefilms, er zitten ook dingetjes bij zoals een soort voorlichtingsfilms waarin bijvoorbeeld een pijnloze bevalling wordt uitgelegd en dat geeft dan dit resultaat. Ja. Kaum einer weiß über seinen eigenen Körper Bescheid und über die geniale Einfachheit, mit der die Natur für die Erhaltung der Art sorgt. Mit lückenlosem Bildmaterial unterrichtet dieser Film über die Entwicklung des werdenden Lebens. Er zeigt erstmalig die Gefahren verbotener Eingriffe und informiert sie mit einmaligen Aufnahmen über das Wunder der schmerzlosen Geburt. Herr Professor, ich bin selig. Es hat ja überhaupt nicht wehgetan, war ganz einfach. Auf diese Weise macht es ja direkt Spaß, Kinder zu kriegen, gleich zwei auf einmal. Von nun an schwöre ich auf die natürliche Geburt. Da bin ich aber sehr froh, dass Sie es so gut überstanden haben, Harry. Maar dat was een man. Ja, dus die man staat daar alsof hij het zelf heeft meegemaakt. Ja. Dat is maar één van de vele intrigerende momenten in een trailer die nogthans toch maar 3 minuten duurt. Ja. En ik dacht ook, laat ons het nuttige aan het aangename paren en er een paar voorlichtingsfilms bij stoppen. Zeer actueel trouwens op dit moment, de Mieke Vogels campagne Veilig Vrijen. Dus wij dragen daar graag ons steentje toe bij. Straks gaan we op zoek, Jan, naar het wansmakelijke in Jan Verheijen. Dat zal zeer kort kunnen dan. dat zien we nog wel. Er komen nog andere gasten ook. Michael Jackson komt bijvoorbeeld. Serieus? Ja, nee. Niet de zanger, maar hij die bierkenner is. Hij die bierkenner is? Ja, dat is ook een Michael, is dat een Michael vak? Jackson. Je mag het hem zelfs ook vragen. Goed. En dan hebben we nog Ingrid van der Bos. En dat is een Vlaamse die intussen al een hoop jaren een internationaal fotomodel is en het merendeel van haar tijd in New York doorbrengt. Maar we beginnen met dit.
Guy de Pre, Walter Groothuis, Brigitta Kallas. Alle drie kregen ze onlangs een snelheidsbekeuring aangesmeerd. Maar er zijn ook BV's die op een veilige manier de snelheidsduivel uithangen. Neem nu Karel de Ruwe en Luc Wijns. Zij gaan karten. Het is een hobby. Van 93 tot 98, 5 jaar. Maar 5 jaar alle dagen. Een vriend heeft mij gevraagd of ik mee te gaan rijden voor een 12-uur race. Dat had ik allemaal nooit gedaan. Come on, Charlie! Oh, heel de tier! I'm coming to get you! Ik denk dat Karel het mooiste rijdt, maar ik reed altijd wel een beetje rapper. Maar Karel reed dan weer rapper als het nat was. Luc is ietsje sneller dan ik. Maar dat is ook kleiner en hij weegt ook lichter dus. Maar Karel woog vroeger ook zwaarder dan ik. En ik denk dat we nu evenveel wegen, want de Karel is ongelooflijk ziekelijk mager en ik ben een beetje dik momenteel. Crash helmet on your head and two hands gripping that steering wheel. Crowd shouting go ahead, but no one knowing just how you feel. Your heart beats fast and clear, or could it be the engine you hear? Yeah, onto the danger track, not even caring if you come back. Wat heel handig is voor een acteur, is een klein beetje theater spelen en de anderen een beetje imponeren. Gewoon de manier waarop je loopt, kan je uitstralen van ik ben hier de snelste piloot. Ja, je moet wel een beetje een vorm hebben toch. Ja, ja, ja. Kap. Karten is eigenlijk simpel, je moet altijd op de gaspedaal duwen. Hij komt aan de ruwe. Ik heb hem nooit kunnen verslagen. Hey, dat zal nu waarschijnlijk ook wel niet gebeuren. Als hij hem breed genoeg neemt, voilà. Kijk, dan moet hij uitwijken in de volgende bocht. Maar ik zal hem niet pakken, denk ik. Allee, zo doen. Wijd, verdomme. Deze man vertoont risicogedrag. Yeah. Een van de bijkomende voordelen zijn de pitspoezen. Er zijn onwaarschijnlijke knappe, geile madams die de hele tijd met open overals en met korte rokjes je staan aan te moedigen en dat leidt alleen maar af. Jezus! En wij terug op naar de finish! Ik heb eigenlijk als kind er altijd van gedroomd om snel te gaan en om snel te leven. Ik denk toch mijn 65ste. Klinkt klassiek, maar... Ik denk dat ik dat nog wel regelmatig zal doen. Ja. Ja. Het is een hobby, zoals gezegd. De hele wereld kent ons land als een bierparadijs. Maar of dat ook echt is, dat moet af en toe gecontroleerd worden. En dat doet de man die zichzelf de Beer Hunter noemt. Hij bezoekt deze week enkele Belgische brouwerijen voor een nieuwe editie van zijn boek De Grote Belgische Bieren. Eens kijken of hij nog in een rechte lijn naar hier kan lopen. Geef een hartelijk applaus, Michael Jackson. Ik ben hier aan het zingen, maar ik heb geen plezier. Ik vind dat zo triest. Café zonder bier. Mr. Jackson, you're one of the world's best known beer connoisseurs. Are you going to argue with me? Okay, you agree. I was wondering what this stuff was. It's something. Corona, is it? Something fish swim in. Can you take it? Yeah, I'll manage a little bit of it. Yeah, you've been visiting breweries the last few days. For the last 25 years, actually. Somebody has to do it. Yeah. And how many did you visit today? I usually visit 4 or 5 a day. Some days I visit 8. Mm. And you have a drink in every brewery. Oh, I usually have more than one drink, you know, because I mean most breweries make more than one beer. I mean in Belgium, some of them make a hell of a lot. Yes. One brewery I went to in Belgium, it was the last of an 8-brewery day, and they made 13 beers. You know, I arrived there and there's 13 beers laid out for me to taste. Mm-hmm. How sober are you? Well, you know, I have to be careful to not fall in any of the vessels or anything. I mean, it's a terrible, terrible joke about the guy who fell in the vessel, you know, and drowned. And his wife said,
well, at least it was a mercifully quick death. And they said, oh, no, he got out three times to go to the toilet. what's that word for bad taste again? Wansmaak. Yeah, it was a wansmaak joke. I'm sorry about that. But you manage. It's your job, so you don't really... That's manage. Right. It is. I mean, it is a serious job. It's hard to persuade people of that, but it really is. Yes. Hou jij een beetje van bier? Ik dacht het niet, hè? Nee, ik drink zelfs niet. Dus ik kijk met grote verbazing naar het feit dat meneer Jackson hier zijn beroep van heeft gemaakt. But I do have a question, if I may, Bruno. Go ahead. Does beer in a can taste differently than beer in a bottle, even if it's the same beer? Yeah, I firmly believe it does. I mean, breweries will always tell you they've done all sorts of research and it doesn't, but... Mm-hmm. I firmly believe it does, and I also find it aesthetically offensive to have beer in a can. You know, I mean, drinking beer is an aesthetic experience, and it's a point that I've made in my books, and I had a TV show called The Beer Hunter, which is where the name came from. People in other countries were quite staggered to see the elaborate glasses that are used in Belgium when I filmed in Belgium. Yes. And I think that's one of the several very beautiful things about drinking beer in Belgium. You know, it really is an aesthetic experience. Mm. Can you compare it to tasting wine? It's pretty much the same as tasting wine, really, yeah. You spit it out, too. Well, that's the big difference. I mean, you know, a lot of people say to me, people don't understand, you know, people think it's odd that a guy drinks beer for a living, you know? And I say, it's like a wine writer. I mean, you don't think it's odd that people write books about wine. Uh-huh. And they say, well, you know, why don't you write books about wine like everybody else does? And, I mean, the real reason I don't write books about wine is that there are plenty of people out there doing that, and I think that beer deserves the same respect and celebration, same passion that wine has. But, I always say, well, the real reason that I don't write about wine is you have to spit it out. But if you're on an expensive dinner, surely you... order some wine with the dinner? Not necessarily. I mean, I went to dinner went to lunch on Sunday with the people from the Mossa Beat Brewery, with the whole family from the Mossa Beat Brewery. We went to the restaurant next door, and we wanted to taste the beer straight out of the wood without any carbonation. So we actually took jugs. The whole family and myself all walked into this extremely fancy restaurant, all carrying jugs of beer. But the English in town. do you know the Carmelite restaurant in Bruges? Yes, a top restaurant. I had dinner at the Carmelite. I think he's got 3 Michelin stars. We had Carmelite beer with our dinner and Quack beer with our dinner and some other beers from that local brewery there. So he didn't mind. He joined us, actually, yeah. What did they charge you for the beers? Can you pay for beer? I didn't know that. Hey, it's been a long time, you know. Oh, yes, I see. You're on this gigantic free trip, so... Well, people think that too, but I do work extremely hard. After a day of visiting 8 breweries, it's pretty... It's, and then I wake up in the morning and have to write a story for a deadline. It's terrible. I sometimes taste beer at 5 or 6 in the morning because people give me beers and I've got a plane to catch and I can't carry them on the plane, so have them before the coffee, which ain't too good. No, I understand. Did you discover the new beers in Belgium over the last days? Well, I've discovered quite a few new ones. Have you seen this one already? Yes, I have. The Waasland Wolf beer? Yes, I'm one of the very few people who's actually seen the Waasland Wolf, yeah. You've seen the Waasland Wolf? In the bottle, of course. Yes. Well, if you drink the amounts of beer that you do, I'm sure you see the Waasland Wolf everywhere. No, that's the Waasland Elephant. I think it's pink. Yeah, Waasland Wolf is actually a very nice beer. I mean, it's a frivolous name, but it's a very nice beer. It's made with wheat, and it's got coriander and curacao in it, and it's 6.5%. It's dry, floury beer, great aperitif beer. Next time I go to Carmelite, maybe I'll have that. And it's legal now to have wheat. Ja, maak het niet te moeilijk. I've had some beers made with that as well, by the way. Is that true? Yes, I have. Not commercial ones. They were home brewed. So it's beer you get 2 kicks off. Well, I just fell asleep, actually, but I had a great night's sleep. Yes. It's American home brewers are always doing things like that. Some people have been making beers with hemp, but without the, what's that stuff, TLC, Tender Loving Care, whatever the stuff is that gives you the high. Mm. It's not in there, you know. Well, then it don't work, of course. What have we got here? Well, there's another new beer. It's called Betty's Blonde. Actually, I know about that.
She's more full-bodied than I really imagined. The beer, or? Well, actually, I was talking about the beer, of okay. course. No, of course I was talking about the beer. But you know the girl it's named after? Not personally. I understand she's been in Playboy. Yes. And I write for Playboy from time to time. Oh, your colleagues. But I never actually meet these people when I go to the office, you know. Oh, no. That's I can see in your eyes you find that really a shame. Well, my girlfriend always says, you know, you're going to Chicago again. You're going to Playboy. You're doing stories for them. You know who you're meeting when you're there. I meet my editor and we go out and drink and get terrible hangovers, I'm afraid. You do get hangovers. The awful thing is that they seem to get worse the older I get. You know. And what do you do against a hangover? There's really no cure. I mean, the Jewish cure, you know, is chicken soup. But, I mean, the truth of the matter is, you know, you're supposed to drink water before you go to bed, but if you've had a few drinks, you don't ever remember to do that or feel like it. What you really absolutely must do is when you wake up in the morning, you must eat something. However disinclined you feel to eat it, you need to get your blood sugar back up again. So I once had a really dreadful night, mainly on Duvel. Thanks, Mr. Mortgat Brothers, in Brain Dunk. And that was in Chicago, oddly enough. And the next morning, my friend said, there's a new bakery in the neighborhood, and they make these great cinnamon rolls. And I said, forget it, you know. And he said, no, you're going to eat one. And I almost felt sick eating it. But after I'd eaten it, I did feel a whole lot better, blood sugar back up. So that's my tip, really. Drink all night as long as you eat a cinnamon roll in the morning. Well, it's not quite as simple as easy as that. No, I understand. Could you help me on a bit of a chauvinistic trip now? Is it true that the Belgian beers are the best in the world? The variation in Belgium is just stunning. I mean, there's no other country in the world that makes beers like Lambic. There's no other country in the world that has Trappist breweries, you know, and things like Westmalle Triple and Chimay, Grand Reserve and Orval. I mean, their beers of huge character. Rodenbach Grand Cru. I mean, where are you going to find a beer like that anymore? So it is the best country for beer. It's the most varied. I'm not going to say it's the best. You know, it is. It's the country that inspires me the most. But can you tell us what the worst country is for beer? Because in our view, it's England, and you're from England. You know, so I'm out of here. I think. No. You know, I spent 25 years saying how great the beer in your country is. Yes. And I come on this show, and the first thing you say, how terrible beer is in England. Belgian people do not think that. This is the only country really that has Le Pale Ale, and I mean, Le Scotch Ale doesn't come from England, it comes from Scotland, but in this country you actually make British-style beers as part of your specialty, so I don't think it's what you're saying is true. Mm. I think what a lot of people find a shock at first is if they drink beer and it's not chilled, and it's low in carbonation. Yes. But then, you know, if you drank the most original of all Belgian beers, which would be a straight Lambic, which admittedly is very hard to find, but I mean, I was at Driefontaine in Beersel at the weekend, and I had some great straight Lambic there. And that's very low in hardly any carbonation. It's not served particularly cold. It's a kind of a first cousin, really, to British beer. To British beer. Yeah. I don't know if you saw the reaction of Jan when I first announced that you would be here. Is there any relation between you and the other Michael Jackson? Well, you know, when he was telling that, you know, people were saying he was making his skin lighter. Yes. He said that he had an illness in the family. I mean, and he was gradually getting lighter. I would tell people that, you know, my skin. I used to be a 6-foot-tall blonde Swede. I'm sort of at the moment, you know, going through my kind of Levantine phase. I used to say this in America, where they purported not to have much of a sense of irony, and It sort of tended to go down a bit like a lead balloon. Well, if he has two more operations, you'll be lookalikes. Yeah, that could be even more confusing than it already is. I do a lot of events, particularly in the US, where I do public beer tastings and tell stories and stuff. And one night, the people in New York booked me at a rock and roll club, or a sort of pop music club. Yes. It was in the Village Voice, the ads in the Village Voice. Monday's this guy, Tuesday's this guy, Wednesday's Michael Jackson. And when I got there, there was a line round the block. You know? I thought, oh my God, these people are going to lynch me when they realize that I'm the Michael Jackson. So you did a little moonwalk. Well, I'm not very good at that stuff till I've had a few more beers, you know. But
nobody complained. So, I mean, either they were all there for the real Michael Jackson, which of course is me, or else I converted them to beer in pretty short order. Either way, I'd be quite gratified. You know. I understand. Thank you very much. Michael Jackson. My pleasure. Jan, daarnet in de fragmenten dat we zagen, ook in de reportage, één fragmentje gezien met Koen Wouters, maar dat was eigenlijk in een Nederlandse film. Zit er niks Vlaams bij? Je moet daar ontzettend films niet slecht. Ja, nee, je moet daarmee oppassen, want het zijn toch allemaal vrienden of collega's. Mm. Maar nogmaals, ik zei het al, het is niet echt kwaad bedoeld. Ja. En de dingen die we gekozen hebben uit Vlaanderen zijn leuk omdat ze gedateerd zijn. Dus er zit een stuk uit Na de Liefde, dat is een ondertussen al lang vergeten film. Maar waarin Raymond van het Groenewoud zijn enige filmhoofdrol speelt. En dat is nu gewoon heel leuk, omdat je schrikt. Veel mensen weten niet eens dat die film is gemaakt. Mm. Raymond zag er toen ook een beetje anders uit. Dus dat is gewoon leuk, omdat het gedateerd is. Zit er ook een film van jezelf? Klein fragmentje misschien? Omdat zelfrelativering ontzettend belangrijk is, heb ik er inderdaad ook een om dezelfde redenen als Na de Liefde. Want het op zich past die natuurlijk helemaal niet in het concept van De Nacht van de Wasbak. Ja. Maar zit er ook een kort fragment in uit Boys. Omdat er één fragment bestaat waarin zowel Francesca van Tillen, Tom van Bouwel als Aaron Wade, die nu in Verschoten en Zoon speelt, te zien zijn. En dat is ook wel leuk om dat 10 jaar na datum nog eens terug te zien. Zeker, die jonge mensen zijn dan natuurlijk al veel veranderd. Die zijn helemaal veranderd. Jan, ik had beloofd van naar de wansmaak in Jan Verheijen zelf op zoek te gaan. Ja, ik ben heel benieuwd. Of het ons zal lukken? Ja. Eerste bewijs. Dan begin je dus de klassieke... Ik heb het over de kleren, Jan. Tenminste, kleren is een groot woord, maar... Wat was precies de bedoeling? Maak erop wijs dat ik in tegenstelling tot andere mensen wel op mijn achterwerk zit en niet op één been. Ja, maar laten we teruggaan naar de kleren. Ik denk dat ik dat toen... Toen was dat ook een beetje een gimmick, hè. Mm. Op den duur verwachten mensen ook dat je rare hemden of rare dassen draagt. Ja, maar dan de combinatie nog. Was er een das bij? Was er nog een das bij? Ja, die vloekte erger dan een ketter. Misschien vond ik dat vroeger wel mooi. Je moet dat ook allemaal in zijn tijdscontext zien. Kijk, ik zit toch te stralen. Kijk eens. Dat moet toch 1642 geweest zijn? Dat was. Nu, ik heb nu een vriendin die daarvoor zorgt. Die, ik merk het, want je bent dus gewoon... Het valt je al tegen, neem ik aan, dat ik toch redelijk fatsoenlijk gekleed ben nu. En het valt mij mee, laat ik zo zeggen. Het valt mij niet tegen. Klopt het verhaal dat jij helemaal met je vriendin, als je er nu toch over begint, hè, dat het helemaal klikte op een, wat men zou kunnen omschrijven als een min of meer wansmakelijk evenement? Ah ja, dat heeft een zekere symboolwaarde misschien zelfs, maar laten we zeggen dat het vuur van de passie is opgelaaid tijdens een optreden op de Gentse feesten van de Kamikaze Freakshow. En dat is een Nieuw-Zeelandse zelfverminkingsgroep. Romantisch. Ja, ik vond dat wel wat. Ik dacht, iemand die niet alleen meegaat naar zo'n avond, die zo'n date aanvaardt, maar zich ook helemaal niks aantrekt van wat er op dat podium gebeurt, maar meer oog heeft voor mij, die is dik in orde. Ja, dat begrijp ik, ja. Maar dat staat een beetje los van... ze heeft goede smaak. Dus absoluut. Ja. ik vind het ook. Ja. Een acteerprestatie van jezelf. Overleur! Een Vlaamse film, deze een beetje. Overleur! 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 Nacht van de wansmaakmateriaal. Dit komt uit een stukje van Geert Hoster uit het land. En toen moesten wij inderdaad een aantal scènes reconstrueren. De achtervolging van Marc Dutroux na zijn ontsnapping uit het Justitiepaleis door een aantal toevallige passanten in een van de Waals gat. En ik speelde met heel veel overgave een van die passanten. Want als ik ervoor ga, dan ga ik er helemaal voor. Ja, ik merk het. misschien, dat is dus een bewijsstuk 3 tot nu toe al. Nummer 4, is het genetisch bepaald, de wansmaak? Genetisch bepaald? Ja. Dat dacht ik niet. Nee, mijn ouders zijn heel normale, vriendelijke mensen. Ik heb ook een heel normale jeugd gehad. Hoe zou jij geheten hebben als je een meisje was geweest? Oh, dat is een beetje een gemene vraag.
Maar goed, als je het dan echt wil weten, ik ben heel blij met mijn naam Jan. Ja. Want als ik een meisje was geweest, dan zat je nu met Petula. Petula, ja. Maar dat was omdat mijn vader een fan was van Petula Clark. Ja, maar ja. Niemand zou je ooit Petula genoemd hebben. Dat zou binnen de kortste keer... Hey, Petula! Of zoiets geweest zijn. Wat redelijk. Ja. Dat zou pas traumatiserend zijn geweest. En waar dat dan nog op rijmt ook. Dat wil het eigenlijk allemaal niet weten. Ja. Er is onlangs, Thomas Siffer is dat hier met veel zelfopoffering komen vertellen, een flyer gemaakt puur door mannen. Uh-huh. Jij hebt daar ook aan meegedaan. Uh-huh. En jouw bijdrage daaraan was het vrouwen leren een mop vertellen. Hè? Het is zeggen, ik heb een aantal bijdragen geleverd. Ja, maar dat was een van jouw bijdragen. En dat was een van mijn bijdragen. Is daar behoefte aan, vrouwen? Nee, maar dat was een gimmick. Ze hadden ook nog een gimmick nodig. En omdat ik ook voor de meerwaardezoeker zorg op Canvas met de mannen van de macht en daar wel eens een wits in wordt gezet, dachten ze daarvoor aan mij. Dus, ze hadden daar beter Geert Host voor gebeld, vind ik nog altijd. Maar jij blijft dus de man van de moppen? Niet echt. Ik ga er toch een bewijsstukje bij halen. Doe jij aan sport, Jan? Alleen seks in de huiselijke sfeer. Ja, passief dan ook. Ja. En ben je daar... afstand, hè? En daar ben je ook altijd de eerste. De eerste. Ja? Ben je daar ook altijd de eerste? Ja, altijd de eerste. Ja. Ja. Ik kan geen basket meer spelen. En dus de verwijderde darm heeft Margriet geschonken aan een goed doel. Zijn de Rani de koning? Ja, die laatste ging nog goed binnen, maar in het begin was het werken. Hè? Het was echt werken, ja. Want het boeiende aan televisie of humor of wat dan ook, het is sowieso redelijk subjectief. Je weet eigenlijk nooit op voorhand van, ja, gaat iets werken of gaat iets niet werken. Maar je moet gewoon bereid zijn om risico's te nemen. En af en toe ga je op je bek. Meestal zijn ze dan zo vriendelijk om dat er in de montage uit te halen. Maar dat is toen niet gebeurd. Ja, maar het is niet dat je zit nog in de zetel en niet eronder. Van te lachen? Nee, van schaamte. Van schaamte? Nee, het valt mij tot nu toe mee. Ik heb een visuele catalogus nu van wat mij nog te wachten zou kunnen staan, maar voorlopig valt het mee. Wat zou je vooral niet willen terugzien? Er is een fragment dat wel eens te pas en te onpas wordt gebruikt uit een programma met Els de Schepper op VTM, waarin ik vermomd als een grote papegaai een of andere mand moet vullen. En dat is echt heel wansmakelijk. Goh. Op dat moment doe je dat dan natuurlijk, omdat het verder eigenlijk wel een leuk programma was. Maar als je dat dan achteraf terugziet, dan heb je zoiets van... Misschien was, het niet het misschien beste was idee. Dit niet echt opportun om te doen, maar ja. We hebben het niet. Integendeel, Jan, we gaan over naar de volgende gast. Ah. Die u zich vast herinnert van deze affiche bij de lancering van het maandblad J. De juffrouw van de campagne in de eerste cover heet Ingrid van den Bos. Ze komt uit Ziggen-Zussenwolder of all places. En ze woont en werkt als topmodel in New York. Woont als topmodel in New York. Af en toe komt ze nog eens naar ons land. Zoals vandaag. Geef haar een hartelijk applaus. Ingrid van den Bos. She likes to take me home, that's understood. Ingrid, het is vermoedelijk niet evident voor een Vlaamse om het als topmodel te maken in Amerika. Zeker niet. En zeker niet als je van Ziggen-Zussenwolder komt. Hoe is dat gegaan? Ik ben een agentschap in Maastricht begonnen. Ja? En van daaruit kwam de agentschap van Parijs naar nieuwe gezichten zoeken. Ja. Toen ben ik en een ander meisje verkozen. En toen zijn we naar Parijs verhuisd toen ik 15 was. Je was toen nog maar 15? Mm-hmm. En sindsdien, ben je sindsdien eigenlijk nog terug geweest in Vlaanderen? Of? Ja, dat was dus toen ik nog naar school, combineerd met school. Ja. Dus 2 maanden Parijs en we terug naar school. En dan hebben ze mij naar Japan gestuurd, naar Australië. Dus heb ik een beetje van school gemist, maar toen ben ik eindelijk naar New York verhuisd, 6 jaar geleden. Als ik jou nu een internationaal topmodel noem, dan moeten we dat natuurlijk allemaal wel een beetje geloven, hè? Want, maar je begrijpt wat ik bedoel. Ja. Waar ben je eigenlijk het meest bekend? Dus eigenlijk het meest bekend met de mensen waar ik intussen een contract mee heb getekend. Ja, maar welke mensen, in welk land kennen ze jou het best? Zo vooral een beetje. Daarom wat ik wou juist zeggen, dat is over de wereld. Ja. Dus de beauty cosmetic contract is dus over de hele wereld. Mm-hmm. En dus die mensen waar daarmee bezig zijn, die mijn gezicht zien, die de producten verkopen, die kennen mij dus al jaren. Dus ik heb al 5 jaar een contract. Maar als je, is er ergens een plaats waar als jij op straat komt, dat er een opstootje ontstaat van dit is wel dat bekende gezicht van... Som,
Soms wel. Ze kennen mijn gezicht wel. Hm. Ze weten wie ik ben. Maar ze weten niet juist hoe mijn wat mijn naam is of waar het mee gecombineerd zal zijn. Maar... Soms denk ze dat ik actrice ben, soms. Maar ze weten dat ze mijn gezicht hebben. Hoe is voor jou het... Want je woont echt in New York, hè? Ja. Hoe is het leven daar? Ik vind het een geweldig leven. Dus een vrij leven. Hm. Het heel anders dus waar ik ben grootgebracht in Zegzussenpolder. Je drukte. En alles is er eigenlijk mogelijk. Je kunt er alles via telefoon krijgen en alles is mogelijk, vind ik. Word jij daar ook als een ster beschouwd? Nee. Ik bedoel, als jij belt naar een restaurant, maken ze dan een tafeltje vrij? Ik ken die mensen wel van het restaurant of zo, dus daar kom je wel mee bekennis. Als je je naam dan zegt, ja, dan gaat het wel gemakkelijker. Of als je het vermeldt van het bureau waar ik mee bij ben, bij Ford. Dan gaat het wel een beetje vlugger. Ja. Dan gaan plots alle deuren open. Ja. Bij ons is het, zelfs bij ons is het zo, Jan, jij zal dat weten. Jij woont in Antwerpen in een buurt waar nogal wat bekende mensen wonen. Ja. Ja. Is dat in New York ook zo? Ja. Ja, voilà. Nee, maar waar wou je naartoe? Okay, waar wou je naartoe? Of ging het over dat restaurant of zo? Nee, niet over het restaurant, maar over de... wie woont bijvoorbeeld bij jou in de buurt? Maar dat is toeval. Er is een gebouw en Tom Lanois is mijn onderbuurman en Andrea Kronenbergs woont ook in het gebouw, maar dat is echt wel toeval. Dus, en bij ons, ik zie trouwens grote gelijkenissen. In Antwerpen kan je ook van alles bestellen met de telefoon. En het is daar ook redelijk druk. Ontbijt krijg je daar ook? Ontbijt bestellen? Ontbijt kunnen wij ook bestellen, ja. Absoluut. Maar Ingrid vergelijkt natuurlijk met Zegzussenpolder. Ja, oké. Ja. Waar alles nog helemaal zoals de witte is. Hè? Ja. En, maar als ik nog even mag terugkomen op jouw buren. Deze man, ben ik goed geïnformeerd dat dit een buur van jou is? You know what we're going to do to solve your problem? I'm going to have sex with you right now over the radio. How are we going to do that? It's very simple. I've thought this through, Robin. And what we're going to do right now is, first of all, what kind of radio are you listening to us on? You have a transistor radio or you have one of those big sound systems? I have one of those big sound systems. Good, okay. Could you turn the treble all the way down and put the bass all the way up? Okay, the treble's down and the bass is up. Got it. Take your speaker. You got a big speaker? Yes, I do. All right, lay it flat on the floor, and I want you to sort of straddle the speaker. Howard. Do what? A woman cannot be aroused in that way. No, this is where you're wrong, Robin. You're absolutely wrong. In fact, my father was a radio engineer, and he proved this theory for years ago. You've got to believe. Now, what I need you to do is put your private area over the woofer. I can't believe you really want me to do this. Come on, do it. Okay. Right up against it so you can feel me. Ja. En die man is dus een buur van jou. Ja. Doet hij dat soort dingen thuis ook? Nee, ik heb er niet van gemerkt. Nee. Maar is het voor jou nog... is dat voor jou nog verwonderlijk om... Dat is nu Howard Stern, hè, voor alle duidelijkheid. Minder bekend bij ons, heel bekend in Amerika. Ik heb me laten vertellen dat in jouw buurt ook... pakweg Tom Cruise woont, of misschien nu nog alleen Nicole Kidman. Die heb ik al maar die woont niet bij ons. Nee. Wie dan wel? Bon Jovi. John Bon Jovi. En Natasha Richardson. Uh-huh. En haar man. Liam Gallagher. Nee. Ja, daar is ze niet mee getrouwd, denk ik. Ah. Nee, Liam Neeson. Liam Neeson natuurlijk, ja. Maar verbaas jij daar nog over? Dat ik die mensen zie, of bedoel je? Het is wel fijn om ze tegen te komen. En het zijn ook maar gewoon mensen gelijk. Ik jou, iedereen. Zo. Zijn zo gewoon als Jan kunnen ze nooit zijn. Ja. Ik moet nogthans altijd slikken als ik Tom Lanois in de lift nog tegenkom. Ik sta hier Tom Lanois. Maar in een vorig leven, nog niet zo lang geleden, werkte jij voor een internationale filmdistributiemaatschappij. Dus jij moet dat soort mensen ook tegenkomen zijn. Knepen jij nog wel eens je billen samen van zenuwen? Nee, maar die woonden niet bij mij in het appartementsgebouw in Londen, vooral duidelijkheid. Maar je bent nooit zenuwachtig geweest van, oh yes Mr. Cruise, no Mr. Cruise. Tom Cruise hebben we nooit mee gewerkt. Nicole Kidman wel. Mm-hmm. En die mensen zelf vallen doorgaans nog wel mee, maar er hangt altijd een ongelooflijke entourage van parasieten en ja-knikkers en ellendeveroorzakers rond, waar je eerst doorheen moet en waar je vaak ook niet doorheen komt. En dat is dan wel vervelend. Ken je dat soort entourage?
Ja, er zijn er altijd een hoop mensen bij. Mm-hmm. Maar ja, die wat in het gebouw woont, die hebben niemand bij. Dus als je soms iemand, als je de lift binnen gaat, morgen of zo, dan sta je ineens voor Bon Jovi. Dus oké. Okay. Maar ondertussen zijn we wel bevriend geraakt. Nee, toch niet. Nee. Maar ondertussen kennen we elkaar wel, zijn we bevriend geraakt. Ja. Maar David Hasselhoff, die woonde daar ook, die laatst. Dus dat was wel heel raar. Ik wist niet dat hij daar woonde. Ik ga de lift in, dus van oké. Okay. David Hasselhoff, dus dat is wel raar. Veel modellen willen later, als ze groot zijn, ook in film spelen. Uh-huh. Heb jij dat als ook? Als ze groot zijn. Als hun modellencarrière voorbij is, bedoel ik natuurlijk. Ja, het gaat vlug voorbij. Ja, ik ben er een beetje mee bezig. Mm-hmm. Ik heb juist een film gedaan, die heet Going Greek. Die komt in augustus uit. Going Greek? Wat Going betekent Greek. Dat? Heeft het aan... Niet wat jij je erbij voorstelt. Het is een fraternity, dus met allemaal jongens, een jongenscollege eigenlijk. Ah, ja. Dus dat is een beetje het humor van American Pie. Mm. Kennen jullie die film? Ja. Ja. Zo. Dus die komen nog eens uit. We zullen zien wat er van terecht komt. Maar helpt het om een model geweest te zijn, om een filmrol te geraken? Of helpt het om in de lift wel eens David Hasselhoff tegen te komen? Ja, het kan helpen, maar als je die richting wilt uitgaan, kan het helpen. Maar ik denk gewoon, je moet het beste van maken. Je moet acteerlessen volgen, je eigen bewijzen. Dus als je met een kleine rolletje begint en ziet of het gaat of het iets was. Wel is iets is wat jij je goed mee voelt en of je het goed kunt of niet. Dus like Cindy Crawford heeft een hele grote rol gekozen. Mm-hmm. Het is wel een grote stap eigenlijk om je te bewijzen of je het kunt of niet. Dus je kunt beter opbouwen met een kleine rol. Ja. Dat vind ik zelf. Zeg Ingrid, heb jij nu alles bereikt wat je wilde bereiken toen je 15 was? Eigenlijk veel meer dan ik ooit had kunnen wensen eigenlijk. Mm. Ja. En heb je het gevoel dat je daar hard voor moeten werken hebt, of dat je het allemaal cadeau hebt gekregen? Nee, ik heb redelijk hard moeten werken. Veel reizen, veel alleen zijn. Er zijn ook harde tijden geweest, maar ik vind dat het toch goed terecht gekomen ben. Ik heb er geen spijt van. Oké, bedankt Ingrid. Dan gaan we er nog een strik rondbinden met wat muziek van de laatste showband natuurlijk. Een nummer dat u vooral kent in de versie van Elvis Presley. En hou u maar vast aan de takken van de boom, want de versie van de laatste showband is ook niet mis. Mystery Train. We'll be right back.
Mystery Train door de laatste showband. Ik bedank ook nog mijn gasten, Michael Jackson, Ingrid van der Bos en Jan Verheijen. Nu bedank ik voor het kijken. Morgen is er opnieuw een laatste show. Dan weer met Steve Quinn en de gadget inspecteur. Tot morgen.